Oké, de naam van de doelstelling is Ontroosttoer, vrij vertaald Onze Troost. De initiatiefneemster is er eigenlijk vandaag niet, maar zij is dus Helen Meynals. Het idee, een multicultureel rolcentrum voor Rotterdammers die laagdrempelig een 24 uur open is. Concreet het doel is, op een laagdrempelig niveau de mensen uit Rotterdam ondersteunen in hun rouwproces. Hen helpen bij alles rondom de begrafenis. Hen ondersteunen bij een langdurige ziekenbed. Ja. Dat wil zeggen dat eigenlijk heb je rouwcentrums in Rotterdam, maar die zijn er alleen maar als je iemand gaat begraven. Dit centrum biedt gewoon een 24 uur dienst, dus als zit je lang op een langdurig ziektebed, gaan de mensen je coachen, begeleiden, ze komen bij je thuis langs. Wij Surinamers bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld, we hebben 7 dagen een rouwproces, waarbij de mensen 7 dagen bij elkaar komen. Dat zou dus ook in het centrum kunnen. Er zijn ook bijeenkomsten, zodat men van verschillende culturen elkaar kan uitleggen hoe eigenlijk hun rouwproces werkt. En op die manier willen we eigenlijk cultuur en kennisoverdracht bieden aan elkaar. Eigenlijk in samenwerking met participatie van het rouwproces, want wij vinden dood hoort bij het leven. Wil je nog iets aan toevoegen? Ja, want de kernactiviteiten die zijn 24 uur dienst openen, thema bijeenkomsten doorverwijzend naar religieuze instellingen, evenementen en ruimte bieden voor groepen, begeleiden en ondersteunen. Verzorg bij stervenden, nazorg voor familie en andere nabestaanden. Dus een ruimte bieden waar de overleden opgebaard kan liggen. En dat is het eigenlijk voor de gehele multiculturele samenleving.